Ja, kreeg ik te horen. Goedemiddag, van harte welkom op deze feestelijke, ja, feestelijke middag. Eigenlijk de uitreiking van de Hendrik Mullerprijs 2021 aan Nadine Akkerman. Was geen geheim, geloof ik. Onderzoeker Engelse, ja, letterkunde en cultuur. Prachtig boek vorig jaar geschreven over Elizabeth Stuart, haar levenswerk bijna. En een boek over de 17e, 18e eeuwse spionnen, vrouwelijke spionnen. Dit symposium was vorig jaar gepland, maar op verzoek van Nadine, want die vond het natuurlijk veel gezellig om met elkaar te zijn en dan te boksen of ellebogenwerk of te huggen. Ik weet niet wat jullie allemaal doen en handen te geven om elkaar te zien. Is het heel mooi weer. Dus het is wel geweldig dat jullie er zijn, losgerukt van een terras waarschijnlijk. Dus we zijn er met elkaar. Maar er is ook een livestream natuurlijk. Van harte welkom iedereen thuis. Ja, leuk stream. Hier in de Tinbergenzaal van de KNAW. Mijn naam is Andrea van Pol en ik ben de ceremoniemeester. Met veel plezier doe ik dat natuurlijk. Wat gaat er vanmiddag gebeuren? Nou, Nadine heeft eigenlijk zelf een programma samengesteld. Maar eerst krijgen we natuurlijk de officiële uitreiking van die prijs. Dan wordt er een laudatio uitgesproken. En dan is er dus het kleine symposium met de titel, u zag het al, Tegendraads in het archief, luisteren naar het fluisteren. En ik heb me een klein beetje verdiept in Nadine. En als ik haar mag parafraseren, is het, ja, een archief duwt je een bepaalde kant op, eigenlijk. Dat is lastig te weerstaan. En het is heel goed om je toch proberen af te sluiten van de harde stemmen, het grote geschreeuw van voornamelijk mannen, gezaghebbende mannen, maar je dan te concentreren op het gefluister. Wat is er nog meer te horen? En dat moet je dan ontcijferen, codes kraken. En dan openbaart zich een geheime doos. En daar komen dus al die spionnen en verhalen van Elizabeth Stuart en zo naar boven. Er zijn meerdere sprekers. Eén teleurstelling, want een van de sprekers waarvoor u misschien ook was gekomen, Karwan Fata Black, die zou onder andere over, is eigenlijk de expert, de historicus over het slavernijverleden, die zou hier een lezing geven en hij zit met autopech in Frankrijk. Nou, dat is echt wel heel erg jammer. Ik had een lekke band toen ik hier naartoe fietste. Toen ben ik maar gaan lopen, maar dat was te overkomen gelukkig. Het is een beetje pech achtervolgt het, maar het wordt zeker goed gemaakt door Lotte Vickers zal een lezing geven en Nadine zelf natuurlijk. Er is gelegenheid tot vragen stellen. Nou, afgelopen gaan we van die twee lezingen gaan. En dan heb ik eigenlijk hoge verwachting van jullie. Want wie zit er in de zaal? Academici? Het gaat heel langzaam een handje omhoog. Goed. Hoogleraren. Beetje zo. Oké, familie. Fans. Ja, nou ja, maar jullie kunnen als geen ander natuurlijk de vragen stellen. Dus ik verwacht daar toch even wat van. Wees dus niet beschroomd om straks los te barsten. Want het is de kans om Nadine, Lotte en Ineke Sluiter even het vuur aan de schenen te leggen. Ja, wat is die Hendrik Muller voor een prijs? Ik zag staan het bericht. Het is een tweejaarlijkse prijs. En wordt uitgereikt aan een in Nederland werkzame mid-career onderzoeker. Ik zei al tegen Nadine, nou, is wel duidelijk waar je nu staat. Ze zei ook, ja, dat is nou eenmaal zo. Je bent heel lang een jong talent en daarna zit je in je mid-career. Maar goed, dan maak je weer kans op een mooie prijs. Die ook een duurzame band met Nederland heeft en zich bijzonder verdienstelijk maakt op het gebied van de geesteswetenschappen of sociale wetenschappen. Maar het hele, de achtergrond van de Hendrik Mullerprijs, dat wordt zo direct uitgelegd door Koen Ottenheim. Hij is bestuurslid van het Dr. Hendrik Muller Vaderlands Fonds. Maar allereerst geef ik met genoegen het woord aan de president van hier, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Geef haar een groot applaus. Ineke Sluiter. Geachte aanwezigen, beste mensen op het scherm. Ja, ik heb eigenlijk een heel simpele taak vanmiddag. Ik hoef maar heel weinig te doen. Ik heet u van ganse harte welkom namens het bestuur van de KNAW. U heeft al gehoord wat we hier komen doen, de uitreiking van de Dr. Hendrik Mullerprijs. Maar ik wil u wel verklappen dat het is natuurlijk altijd heel feestelijk als je als president prijzen mag uitreiken. Maar dit is wel een bijzondere. En dat is zeker zo als je ook als president een geesteswetenschapper bent. Dus dit keer komen wij Nadine uit hetzelfde vakgebied.
En daar komt nog bij dat ik een beetje het gevoel heb dat wanneer je president bent van de KNAW, een belangrijke taak is dat je periodiek een prijs uitreikt aan Nadine Akkerman. Want het is niet de eerste keer dat wij op deze manier in dezelfde ruimte zijn. Lid geweest van de Jonge Academie, lid van de Jonge Academie. Al is een Amodo KNAW Award gewonnen. En nu vandaag dus voor deze prachtige uitreiking. Maar ik ben natuurlijk volstrekt onpartijdig. Niet betrokken geweest bij de selectie, niet bij de jurering. U ziet mij straks wel even terug met de spullen voor de uitreiking. En voor nu wens ik u allemaal een ontzettend fijne middag. En Nadine, bij voorbaat, gefeliciteerd. Ik had ook beloofd dat ik dit spreekgestoelte wat meer op de hoogte van de volgende spreker zou brengen. Heel hartelijk dank. Dames en heren, hier in de zaal en thuis, hartelijk welkom ook namens mij, Koen Ottenheim. Een bestuurslid van het Hendrik Muller Vaderlands Fonds. En dat Vaderlands, dat is tegenwoordig altijd een beetje, daar moeten altijd mensen een beetje bij fronsen. Maar wij moeten zich voorstellen dat we goed bedenken dat het fonds opgericht is, een beetje in het geheim, in 1941. Dus echt midden in de oorlog in het geheim. En eigenlijk pas in 1945, 1946 echt actief geworden is. Dus dat 45, dus dat, zeg maar, dat juist in deze meidagen kunnen we ons ook weer dat inleven wat juist dat woord vaderlands in 1941 betekende. En dat het ook echt meer betekenis had dan misschien daar tegenwoordig aan gehecht wordt. Ja, het is een groot plezier om kort bij u eigenlijk zowel Muller als het fonds te introduceren. Want Hendrik Muller zelf was een zeer kleurrijk persoonlijkheid en we zouden tegenwoordig zeggen een beetje een BN'er in zijn eigen tijd. Hij is in 1941 overleden, op 82-jarige leeftijd. Dus iemand die laat de hele tweede helft van de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw in Nederland heeft meegemaakt. En eigenlijk iemand, wonderbaarlijk iemand, die steeds het wist zo voor elkaar wist te krijgen dat hij eigenlijk overal altijd bij was, zonder dat achteraf historici hem eigenlijk hebben opgemerkt. Als je foto's ziet van Kruger op bezoek bij Wilhelmina, die staat daar in de tweede plan, daar staat Hendrik Muller. En zo zijn er tal van, en Colijn bij een of andere inauguratie, Muller staat erbij. Zo zijn er allerhande momenten in de Nederlandse geschiedenis waar deze Muller op een of andere manier weer bij was. Ja, hij was zoon van een Rotterdams koopmannengeslacht en was eigenlijk voorbestemd om zelf ook handelaar te worden in het grote conglomeraat. Maar ja, zijn roeping was toch meer van alles anders, behalve handel. Hij werd uitgezonden om eigenlijk de handelsbelangen van de familiefirma in Oost-Afrika in de jaren 80, in de 90 van de 19e eeuw te onderbouwen. Maar ja, daar had hij eigenlijk niet zoveel zin in en heeft zich eigenlijk tot een soort amateur-etnograaf, cultureel antropoloog ontwikkeld. En daar heel mooi over geschreven, hele leuke boeken. En uiteindelijk daar een heel saai proefschrift over geschreven, over de sociale geografie van Oost-Afrika in de jaren 90. Die reisverslagen zijn ongelooflijk leuk nog steeds om te lezen. Natuurlijk, in het huidige neocoloniale blik kunnen we van alles bij denken. Maar toch, het is nog steeds zeer aan lezenswaardige teksten. Zo is bijvoorbeeld Muller, het is toch een beetje verwende Rotterdamse havenbaronszoontje. Dus hij, als hij in Europa op reis is, klaagt hij altijd dat de lakens niet in de hotels, de meest dure hotels, dan zijn de lakens niet goed en die zijn te schuren, niet goed gesteven of zo. Terwijl in Afrika slaapt hij in een hutje tussen en dan loopt malaria op en het kan hem allemaal niks schelen. Want ja, het idee is een soort bevrijding van zijn hele dwangbuis van Europa. Maar goed, hij is ook uiteindelijk ook ambassadeur voor Nederland in Roemenië en in Tsjechië. En is bijvoorbeeld ook in de Eerste Wereldoorlog directeur van eigenlijk, ja, zeg maar, een soort vluchtelingenopvangcentrum voor gevluchte Belgische soldaten en Belgische inwoners die naar Nederland zijn gevlucht. En die daar zijn toen ook een soort vluchtelingenkamp gebouwd. En hij is daar dan ook, geeft daar ook leiding aan. Allemaal van dit soort functies die wij en posities die ons, die een beetje uit het geschiedenisbeeld zijn verdwenen. Gelukkig is 2 jaar geleden een hele mooie monografie over Muller, geschreven van Dick van der Meulen. En daar is dat allemaal goed in na te lezen. In 1941 overleed hij, heeft zijn niet onaanzienlijk grote vermogen nagelaten en aan een door hem opgericht fonds, dat, zoals gezegd, tijdens de oorlog
slapende bleef en pas in 45, 46 actief werd. En dat fonds bestaat nu nog steeds, al ruim 80 jaar. En besteedt dus een vrij groot vermogen, ongeveer meer dan 1 miljoen per jaar, aan wetenschap en kunst. Dat is dus ongeveer een helft van dat miljoen gaat uit aan, eigenlijk aan studenten, beurzen. Maar juist zeg maar, aan de bovenkant. Dus het Mullerfonds is juist om de extra getalenteerden een extra duwtje in de rug te geven. Voor stages in het buitenland, voor reizen die met promoties en studie te maken hebben. En dat andere, ongeveer die andere halve miljoen gaat aan restauraties, grote van monumenten. En aan het we ondersteunen ook vrij veel boekpublicaties. Juist het gebied, proefschriften die gedrukt moeten worden, juist op het gebied van geestwetenschappen. Die dan ook als daarmee ook een breder publiek verdienen. Dat soort zaken worden ook graag door het Mullerfonds ondersteund. En daarnaast heeft het Mullerfonds dus ook nog speciale activiteiten, zoals deze prijs, de Hendrik Muller prijs. Maar de hele gang van zaken daarin en ook de beoordeling daarvan is niet in handen van het bestuur. Dat hebben wij, het Mullerfonds heeft alleen de prijs is al in het leven geroepen, stelt het bedrag ter beschikking, maar heeft de hele verdere gang van zaken en de beoordeling en de jurering in hand gegeven van de KNAW. Dus ook net zoals ik als de president kan ik zeggen, met de hele gang van zaken en de beoordeling zelf, Heb nog enige van mijn bestuursleden iets te maken gehad. Dus ik geef nu graag het woord weg. Ik denk aan Andrea van Pol, die uiteindelijk nu de echte jury zal inleiden. Ja. Zal inleiden. Ja. Wat een leuk verhaal over die Hendrik Muller. Ja. Ik dacht, ja. Ik zag echt zo voor me dat al die foto's even zo... Ja. Ik zal weer voor je wat lager zetten. Nee, want ik heb... Hij moet juist hoger. Dat is goed. Dankjewel, Koen Ossenheim. Ja. En dank Ineke Sluiter voor alle mooie woorden. En jullie zeiden het al bijna, het is een onafhankelijke jury. En we hebben de juryvoorzitter, en die kon hier niet zijn. Die had geen autopech, maar die zit echt in Rome. Hij is hoogleraar geschiedenis van de filosofie in Groningen, Lodi Nauta. En als het goed is, hebben we hem hier. Dag Lodi. Buongiorno. Tutto bene. Sì, tutto bene. E tu? Anche me e anche il pubblico. Ja, je kon hier helaas niet bij zijn, want wat doe je daar? Je zit in het Nederlands Instituut, begreep ik. Ja, ik zit in het Nederlands Instituut. Ik geef deze week een cursus voor studenten en PhD's over de geschiedenis van de filosofie, de renaissance en vroegmoderne periode. Dus eigenlijk dezelfde periode waar Nadine werkzaam op is. Ja, en was het leuk om te jureren? Lastig. Het is ontzettend leuk en ook ontzettend moeilijk. Want eigenlijk wil je iedereen een prijs geven. Dat is altijd zo trouwens. Maar er springt er altijd maar eentje die moet de prijs krijgen. En dat was ook niet heel moeilijk voor de jury dit keer. Goed. Ook al was het heel erg moeilijk. Ja, oké. Okay. We gaan luisteren naar jouw laudatio. Lodi Nauta. Dankjewel. Dames en heren, in iedere onderzoeker schuilt een detective. Als wetenschappers zijn we immers nieuwsgierig en vasthoudend, altijd op zoek naar nieuwe kennis, revolutionaire ontdekkingen of wetenschappelijke doorbraken. Tot zover niks nieuws, zou je zeggen. Maar ook in wetenschappelijke nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen bestaat er een overtreffende trap. En die heet Nadine Akkerman. Niet voor niets heeft de jury haar unaniem voorgedragen als winnaar van de Dr. Hendrik Mullerprijs 2021. Ik ben trots dat ik haar vandaag als juryvoorzitter mag toespreken. Nadine Akkerman is universitair hoofddocent Engelse literatuur en werkt aan Leiden University Center for the Arts in Society. Haar interdisciplinaire onderzoek richt zich op vroegmoderne Engelse letterkunde en geschiedenis, met name vrouwengeschiedenis. Nadine maakt voor haar onderzoek onder andere gebruik van handgeschreven teksten en brieven. Zij brengt daarvoor uren, dagen of eigenlijk zelfs jaren door in archieven en bibliotheken. Vasthoudend en minutieus op zoek naar verhalen en stemmen, veelal van vrouwen die niet eerder werden gehoord. Dat levert een schat aan nieuwe informatie op, die de geschiedenis completer maakt en er soms een ander licht op werpt. Afgelopen najaar verscheen van Nadine's hand de biografie Elizabeth Stuart, Queen of Hearts. Nadine doet al sinds 2002 onderzoek naar deze Elizabeth, de boheemse koningin die in de 17e eeuw
geruime tijd in ons land verbleef. Daarmee is Nadine de belangrijkste expert op het gebied van deze vrouw in haar tijd. Onder andere via de correspondentie van Elizabeth Stuart kwam zij een groot aantal 17e-eeuwse vrouwelijke spionnen op het spoor. Als geslepen geheim agenten uit alle lagen van de bevolking konden invisible agents van Alexandrine van Toorn en Taxis, Susan Hyde of Elizabeth Murray vaak ongestoord hun gang gaan. Van vrouwen werd namelijk, zo beschrijft Nadine, niet verwacht dat ze konden spioneren. Ze waren er immers niet slim genoeg voor en ze konden geen geheimen bewaren. Met hun werk onder de radar leverden deze spionnen een onbelicht aandeel in de geschiedenis. Nadine Akkerman heeft dat nu onthuld. Bijzonder aan het werk van Nadine is dat zij het traditionele handwerk van het speuren in oude archieven, handschriften en brieven combineert met de meest innovatieve technieken om de informatie in teksten te ontsluiten. Zo is het haar en haar onderzoeksteam als eerste ter wereld gelukt om via ingenieuze scantechnologie verzegelde 17e-eeuwse brieven te lezen zonder ze te openen, waardoor de documenten intact blijven. Dames en heren, Nadine's werk is van excellente wetenschappelijke kwaliteit. Dat blijkt ook uit de erkenning die ze daarvoor krijgt. Bijvoorbeeld door de vele prijzen en beurzen die zij al won. En de president Ineke Sluiter memoreerde dat al. Onder andere een NWO, VENI, een Amodo Science Award en een ERC Consolidated Grant. Die laatste voor haar project Feathers, waarin zij de manier onderzoekt waarop verschillende soorten manuscripten in de 16e en 17e eeuw tot stand kwamen. Daarnaast heeft zij diverse internationale fellowships verworven, waaronder een fellowship aan All Souls College in Oxford, een NIAS fellowship en een fellowship van de Royal History Society in Engeland. Met haar originele interdisciplinaire onderzoek maakt zij niet alleen naam in de academische wereld, maar ook daarbuiten. Haar boeken zijn van hoog wetenschappelijk niveau, maar ze zijn tegelijkertijd zodanig geschreven dat ze ook toegankelijk zijn voor een breder publiek. Bovendien is Nadine er een meester in om haar onderzoek op een aansprekende manier in de media te presenteren. Zij weet haar onderzoek te verbinden met maatschappelijke en actuele kwesties, zoals de manier waarop we naar geschiedenis kijken, getuige thema van het symposium van vandaag. Zij is zeer betrokken bij de rol en betekenis van de geesteswetenschappen in de onderzoekswereld en in de samenleving als geheel. Dat blijkt onder meer uit haar activiteiten voor geesteswetenschappen in Leiden, uit haar betrokkenheid bij het Huygens ING en haar lidmaatschap van de Raad voor Geesteswetenschappen en van de Jonge Academie van de KNW. Onder andere in die laatste hoedanigheid is Nadine een inspirerend voorbeeld voor jonge, met name vrouwelijke onderzoekers. Dames en heren, de Dr. Hendrik Mullerprijs is bedoeld voor een in Nederland werkzame mid-career onderzoeker die een duurzame band met Nederland heeft en zich bijzonder verdienstelijk maakt op het gebied van de geesteswetenschap of sociale wetenschap. Nadine Akkerman is een sprankelende toponderzoeker in de geesteswetenschappen. De jury vindt haar dan ook de terechte winnaar van de Dr. Hendrik Mullerprijs 2021. Beste Nadine, als een onverstoorbare detective spit je door archieven, speur je naar nieuwe kennis, ontdekkingen en wetenschappelijk inzichten. Je combineert dat met de inzet van internationale state-of-the-art technieken. En je doet dat alles ook nog met een toomloze energie en een aanstekelijk enthousiasme. We hopen dat de Dr. Hendrik Mullerprijs jou stimuleert om je mooie werk voor te zetten. Wat je met het bedrag van de prijs gaat doen, houd je nog even geheim. Althans, dat was nog vorig jaar in coronatijd. Zag je in een interview op de site van, dat zeg je dan in een interview op de site van de KNW. Waarmee je laat zien dat je aardig wat geleerd hebt van je 17e-eeuwse spionnen. We zijn benieuwd, maar we zullen zeker nog van je horen. Van harte geluk gewenst namens de hele jury met het winnen van deze prijs. En veel succes in jouw verdere carrière. En een hele fijne dag.
Dankjewel, Lodi Nauten. Wat een prachtige laudatio. Ik wil graag Nadine naar voren roepen, Ineke Sluiter en Koen Ottenheim voor het officiële moment. En het officiële moment houdt in dat er een oorkonde is die Ineke Sluiter zal overhandigen. Koen met de bloemen. Ja, mooi. En dan zal er natuurlijk een fotomoment zijn. Natuurlijk. Ja, want anders hebben we allemaal sluikreclame. Moet dit ook weg? Dit is een vak. Goed zo, kan het hier achter de rug? Ja, maar... Wil je Nadine nog even alleen? Dat kan straks. Dat is de oorkonde. De bloemen. En de monografie. Dik van de Meulen. Van de Meulen. Ah, de monografie. Delen niet aan die, ja. Ja, en daarbij geven we dus ook de monografie van Dik van de Meulen. Dat van de ene biografie verdient de volgende. Dus alsjeblieft. Dus veel leesplezier erbij. Dan weet je een beetje van wie de prijs eigenlijk komt. Fantastisch. Ja. Al mijn handen zijn vol, merk ik. Dank je wel. Je kan het even afgeven, want ik wil je nog wel één vraag stellen. Nou, nu even hier. Want Lodi refereerde er al. Je hebt al best wel wat prijzen gewonnen. Wat betekent deze prijs voor je? Ik zal even kunnen. Deze spullen afschrijven. Ja, okay. Of hier even neerleggen. Deze prijs, goedemiddag allemaal, ik kijk nu voor het eerst publiek in. Deze prijs is zeker heel belangrijk voor mij. Net zoals elke keer dat er een prijs ook aan de geesteswetenschappen wordt gegeven. Want zo voel ik dat altijd, dat het niet alleen voor mij is, maar voor de geesteswetenschappen. En daar kunnen we geen genoeg erkenning voor krijgen. Ja, er gaat misschien te veel aandacht naar al die exacte wetenschappen de laatste jaren. Dat denk ik wel. En dat hebben we ook ons aan onszelf te danken. Ik denk dat veel geesteswetenschappers nog niet genoeg van zich laten horen. Ja. Dus we moeten ook zelf meer de publiciteit opzoeken. Oké. En we zijn nu een paar maanden verder. Kan je het geheim al onthullen wat je met het bedrag gaat doen? 25.000 euro? Ja, dat was natuurlijk ook een beetje met een knipoog. Want ik wil eigenlijk ook de geschiedenis van de spionage nog meer in. Dus het archief waar ik dadelijk ook wat meer over ga vertellen in mijn lezing. Daar wil ik nog wat verder onderzoek naar doen. Ja, want je gaat nu een lezing houden. En die titel is De aantrekkingskracht van het archief. En hoe het vroegmoderne archivaris duiveltje op je schouder te negeren. Hè? Dat is het. Dat is de titel. Dus daar gaan we naar luisteren. Bedankt. Kijken of er op wonderbaarlijke wijze mijn PowerPoint verschijnt. En dat is zo. Mijn favoriete roman is The Biographer's Tale, geschreven door A.S. Byatt. Een vrouwelijke auteur die bewust haar voorletters gebruikt en niet haar volledige naam, Antonia Susan, om mannelijk over te komen en zo autoriteit uit te stralen. De roman vertelt het verhaal van Phineas G. Nansen, een gedesillusioneerde PhD-student die verlangend naar de realiteit besluit zijn academische inspanningen in de postmoderne literaire theorie op te geven om een biografie te schrijven. Want wat zou tastbaarder zijn, reëler kunnen zijn dan een lineair verhaal te schrijven van gearrangeerde feiten? Uiteindelijk ontdekt de hoofdpersoon natuurlijk dat een biografie glibberig is, zoals de hele geschiedenis gedeeltelijk een geconstrueerd verhaal. En dat de mogelijke rangschikkingen van zogenaamde feiten misschien nog minder concreet zijn dan de literaire theorieën die hij graag achter zich wilde laten. Ik voel me vaak zoals deze hoofdpersoon. Ik voel me vaak zoals Phineas. Neem bijvoorbeeld deze bibliotheekvondst. Dit zijn mogelijk vingerafdrukken van Margaret Cavendish. De toneelschrijver die tijdens de Engelse burgeroorlogen in 1647 met haar man naar het vasteland vluchtte en in Antwerpen aan haar boeken werkte. Haar oeuvre is verbazingwekkend, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Zo schreef ze maar liefst 100 gedichten over atomen.
in de hoop dat de universitaire gemeenschap haar werken over natuurfilosofie zou willen ontarmen, stuurde ze presentatie-exemplaren op, verzamelingen van haar werk, naar de bibliotheken van Oxford, Cambridge en ook Leiden. In het Leidse presentatie-exemplaar zien we correcties van drukfouten in haar eigen hand. In dezelfde kleur inkt als deze correcties en op de keerpagina van de titelpagina van Nature's Pictures zien we deze vingerafdrukken die ik daar vond. Hoogstwaarschijnlijk van haar. Nou, dit leidde tot grote opwinding op social media. 178.000 mensen bekeken mijn tweet. Maar, zoals dat wel vaker gaat in de wetenschap, Lisa Blake, de hoofdredacteur van het volledige oeuvre van Margaret Cavendish, vond helaas nog een vingerafdruk op de kaft van de presentatie-exemplaar. En dat is een 18e-eeuwse kaft. Met moderne technieken zullen we kunnen bepalen of de vingerafdrukken van dezelfde hand zijn. De vingerafdrukken op de titelpagina van Nature's Pictures, als die overeenkomen met de 18e-eeuwse kaft, dan heb ik duidelijk de vingerafdrukken van Cavendish niet gevonden. Maar als ze niet overeenkomen, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Cavendish haar unieke impressie heeft achtergelaten. Nou, het is spannend om moderne technologie te gebruiken om vroegmoderne materiële teksten te analyseren. Maar wat vertelt het ons eigenlijk als dit de vingerafdrukken van Margaret Cavendish zijn? Wat hebben we aan die informatie? Een vingerafdruk is een unieke impressie, niet gemakkelijk vervalsbaar, zoals een handtekening, een handschrift of een zegel dat wel was in die tijd. Dichter bij de echte Cavendish zullen we dus nooit komen. Maar het vertelt ons niets meer dan dat Cavendish misschien niet schoon werkte en wat inkt op haar handen had. Bovendien kende de vroegmoderne de betekenis van een vingerafdruk niet. Dat komt pas in de 19e eeuw, veel later. Voor ons zou het anachronistisch zijn om er betekenis aan te hechten. Ik voel me vaak zoals Phineas. Phineas' eerste fout was natuurlijk om als onderwerp een persoon te kiezen die in verhalen handelt. Dat wil zeggen een biograaf. Met andere woorden, de obscure Phineas, die biograaf, gaat een biografie schrijven over een andere obscure biograaf, Scholes Deftree Scholes. Nou, je ziet al hoe meta dit gaat worden. En het is natuurlijk niet verwonderlijk dat zijn project niet helemaal loopt zoals gepland. Geconfronteerd met een paar manuscripten en enkele kaartindici, probeert hij de taxonomie gemaakt door zijn studieobject van een verzameling knikkers te begrijpen. Byatt's roman laat ons zien dat onze kennis van het verleden onstabiel is en van ons wegrolt. Gegevens zijn verre van volledig en betrouwbaar. Phineas ging op zoek naar een taak die onmogelijk bleek. Uiteindelijk slaagde hij niet in om maar ook één letter op papier te krijgen. Waar uiteindelijk de Cavendish vingerafdruk net een glanzende glazen knikker is uit de collectie van Deftree Scholes, is de wereld van Phineas fictie. En hoewel A.S. Byatt's roman de frustratie beschrijft die elke biograaf of geschiedkundige op enig moment zal voelen, de realiteit is dat subsidiegevers, maar ook universiteiten en andere media zoals uitgevers, output eisen. De biografie of het geschiedenisboek moet uiteindelijk geschreven worden. En lezers moeten een schijnbaar samenhangend verhaal voorgeschoteld krijgen. Orde, zelfs als die er niet is, moet worden opgelegd. Er moeten conclusies worden getrokken. De knikkers moeten netjes blijven liggen. De afgelopen 20 jaar, en ik schrik er altijd een beetje van als ik dat zeg, de afgelopen 20 jaar heb ik gewerkt aan de correspondentie van Elizabeth Stuart, waarbij ik een massa nieuwe informatie ontrafelde in meer dan 1700 brieven, geschreven in verschillende talen, waaronder cijfercode. Verzonden en ontvangen door deze Stuart-prinses, keurvorstin van de Palts en enige tijd koningin van Bohemen. Het resultaat is niet alleen een driedelige correspondentie met duizenden pagina's, maar ook een biografie van deze uitzonderlijke vrouw voor Oxford University Press, met nieuwe perspectieven.
Maar tijdens het schrijfproces van Elizabeth Stuart, Queen of Hearts, die sommigen van jullie misschien alleen kennen als de Winterkoningin, bleef ik me toch steeds een klein beetje zoals Phineas voelen. Ik had er plezier in om haar brieven te verzorgen, te ordenen, te vinden en te lezen. Hoe kan het ook anders? Elizabeth is een vrouw die er niet van terugschrikt om de hoogste diplomaten aan te spreken, om een brief te openen met bijvoorbeeld lelijk, smerig, kamelengezicht, beste vriend. Of uiterst vet dikkertje, beste ambassadeur. Deze uitgesproken vrouw gaf me duidelijk meer dan een verzameling knikkers om mee te werken. En toch bleef me steeds iets dwars zitten. Mijn gevoel van frustratie tijdens het onderzoeksproces wordt misschien duidelijk bij de bespreking van dit portret van Elizabeth Stuart, geschilderd door Robert Peak. Het werd geschilderd toen Elizabeth 10 jaar oud was. Maar, en ik zie velen van jullie het al denken, het beeldt de jonge prinses uit, maar ze ziet er veel ouder uit dan haar leeftijd. Terwijl ze onverbiddelijk naar haar publiek staart. Ze heeft een hoog voorhoofd en een streng gezicht. Het hoge voorhoofd is het resultaat van dat haar haarlijn met een pincet is uitgeplukt in de stijl van haar meester en naamgenoot koningin Elizabeth I. Het strenge gezicht is, zo wordt gedacht, het resultaat dat de schilder niet haar gelaatstrekken heeft geschilderd, maar die van haar vader. Niemand kon meer de gelijkenis ontkennen. Dit was de dochter van koning Jacobus. In de rechterhand houdt de prinses een klein boekje. Opengeklapt, zodat de kijker de daarin gegraveerde woorden kan lezen. Tenminste, als die kijker op zijn kop kan staan, want je moet er wel eerst 360 graden draaien. Het zijn de woorden van haar moeder, Anna van Denemarken. No tablet, dat wil zeggen een platgeslepen juweel. No tablet for thy breast, thy Christian mother gives her daughter what jewels fits her best. A book, big not, but yet therein some hidden virtue is. So Christ procure your grace with God and give you endless. De prinses houdt haar duim over het laatste woord, dat vermoedelijk bliss, gelukzaligheid is. Een passend slotwoord voor wat een boodschap van moeder op dochter moet zijn. De ironie is natuurlijk dat deze aansporing tot nederige deugd wordt vastgehouden in de rechterhand van een prinses die bedruipt is met symbolen van macht en geld, rijkdom, parels en diamanten, waarvan de meeste haar door dezelfde moeder werden gegeven. Dit portret is van een meisje over wiens erfenis werd gevochten van het moment dat ze werd geboren. Door geheel verschillende krachten. Sommigen wilden haar kneden tot de redder van het Europese protestantisme. Anderen tot haar een marionet katholieke koningin of een plichtsgetrouwe dochter. Het zou gemakkelijk zijn om Elizabeth's stalen blik te interpreteren als een eerste aanwijzing dat ze alle pogingen om haar te beïnvloeden zou weerstaan. Dat ze vastbesloten was haar eigen weg te volgen. Maar het lijkt erop dat Peak, de schilder, de jonge prinses, nog haar eigen gezicht, nog haar eigen stem gaf. Aangezien de enige woorden op het schilderij die van haar moeder lijken te zijn. Maar door het laatste woord van haar moeders gedichtje te bedekken, laat Elizabeth zien dat, hoewel ze in dit eerste levensjaren echt een pion was op het Engelse, Schotse en Europese schaakbord van de politiek, ze haar eigen lot in handen kan nemen. Ze had misschien geen recht op haar eigen gezicht, daar de schilder haar de gelaatstrekken van haar vader gaf, de haarlijn in het voorhoofd van haar moeder. Maar toen ze 10 jaar oud was, wist deze prinses precies wat zij wilde. Of wie zij was. Nou, je kan natuurlijk met recht zeggen dat ik hier veel te veel in lees. Maar feit blijft dat zij of haar tijdgenoot, de schilder Peak, actief woorden verhult. En het is wellicht ook veelzeggend dat dit de woorden van een vrouw zijn. Informatie wordt opzettelijk verborgen. Het zijn de tijdgenoten zelf die zich verzetten tegen de ontdekking van hun woorden. Mannen, maar zeker ook vrouwen, vernietigden vrouwenbronnen omdat hun schrijfsels destijds als minder waardevol werd gezien. Niet per se de moeite om te bewaren. De uitdaging verveelvuldigen zich als je realiseert dat 19e en zelfs 20e eeuwse redacteuren vrouwelijke auteurs
bewust uit hun edities laten. Omdat ook zij denken dat hun schrijfsels niet de moeite waard waren om uit te geven. De brieven van Margaret Cavendish aan de Nederlandse schrijver Constantijn Huygens bijvoorbeeld, werd door de redacteur van Huygens, J.R. Worps, slechts vermeld in 1911 en in het Nederlands samengevat als niet belangrijk. Dat is Worp geen eens aan te rekenen. Hij is ook een product van zijn tijd. Wat we nu belangrijk vinden is slechts verschoven. Dat wil niet zeggen dat het traceren of deconstrueren van de woorden van vrouwen een onmogelijke taak is. Maar je moet misschien net een beetje harder werken. Als we teruggaan naar het portret, kunnen we, als we het gezicht van koning Jacobus wegdenken, Elisabeth voorstellen. En hoewel het laatste woord opzettelijk verborgen is, kan het nog steeds worden afgeleid. Door het rijmschema te volgen, lijkt er maar één mogelijk antwoord te zijn. Bliss, gelukschaligheid. En gelukkig, ofschoon de teksten van vrouwen minder vaak zijn overgeleverd dan de teksten van mannen, en wellicht nog niet zijn uitgegeven in gedrukte of digitale vorm, stromen archieven en bibliotheken nog steeds over met vrouwen verstopt onder het metaforische stof. De historische sensatie van de vingerafdruk is onmiddellijk en daarom stiekem wel bevredigend. Het traceren van echt belanghebbende informatie daarentegen in alle weerwar in het archief is tijdrovender. Maar het is zeker niet zo dat vrouwen uit de geschiedenis worden geschreven, zoals vaak wordt gezegd, alsof het een groot patriarchaal complot is. Het is anders. Ze zijn er niet gewoon ingeschreven. De archieftheorie die in de afgelopen 10 jaar een echte opleving heeft meegemaakt, biedt een manier om ze de geschiedenis in te schrijven door anders te kijken. Zoals Alexander Walsham het uitdrukt, zijn er theoretici zoals Michel Foucault, Alert Farge, Jack Derrida en Carolyn Steedman die het bewustzijn hebben bevorderd van hoe het archief in letterlijke en figuurlijke zin werkt als een vervormend filter, een lens en prisma. Nou, archieven zitten vol duiveltjes en hebben de neiging om de weg van de minste weerstand te bieden aan de lezer, wat een schijnbaar eenvoudige, gerichte en nette lezing oplevert. En die lijkt op het langste draad doorzagen van een stuk hout. Het verloop van de snede wordt gedeeltelijk bepaald door het archief zelf. Maar, zo hebben we geleerd, archieven zijn verder van het neutrale opslagplaatsen. Het zijn in wezen verzamelingen documenten die voor heel specifieke doeleinden zijn samengesteld. Hun selectieprocessen sluiten onvermijdelijk documenten uit en ook hun makers en veroorzaken zo hiaten, omissies en stiltes in de bronnen. Bewustwording van het bevooroordeelde karakter van het archieven en tegenstraats te gaan lezen is vooral belangrijk voor het traceren van de levens van diegenen die onderdrukt of vervolgd worden. We hebben vaak de neiging om het archief te fetichiëren. En niet meteen te zien dat een archief een lelijk, akelig of duister karakter heeft. Ook ik ben hier schuldig aan. Ook ik trap erin. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien, maar dit is de Brienne-kist. De Brienne-collectie van niet bezorgde post, waarvan de meeste brieven ongeopend blijven, wordt geassocieerd met deze kist, gemaakt van zeehondenleer en lakzegels. En hierin schuilt een probleem. De kist is namelijk hartstikke leeg. De brieven kunnen er ooit in hebben gezeten, maar dat is zeker nu niet het geval. Toen ik de kist voor het eerst zag in 2014, waren de brieven eruit gehaald en apart opgeborgen. De kist, de inmiddels beroemde kist, was dus leeg. Nou, in 2019 was ik in het museum om een deel van een documentaire op te nemen. En het museum stelde natuurlijk voor om een laag brieven op een verhogingtje in de kist te leggen, zodat deze vol leek. Ik had er niets op tegen. Zo hoorde het er tenslotte uit te zien. Zo was het toch bedoeld. Een kort filmpje. Niets wat ik verwacht had in ieder geval. Onze postromantische gevoeligheden eisen dat de Brienne-kist vol met brieven zit die het ooit zo gehuisd had. Als we het archief bevragen, is er echter geen bewijs dat de kist ook iets meer is dan dat. Een gewone kist,
ondanks het zeeonderleer en de mooie lakzegels, waarin deze verzameling brieven op een bepaald moment in is vervoerd of gewoon in is geplaatst. Misschien wel door een museumcurator die het een mooie combinatie vond voor een tentoonstelling. Feit is dat we het niet weten, maar dat fetichering van het archief de interpretatie ervan zou kunnen verdoezelen. Het verdoopt namelijk een schaduwkant die naar de oppervlakte komt als je verdiept in de eerste samenstellers van het archief, de postmeesters, en waarom zij het archief hebben samengesteld. Het zijn brieven uit Frankrijk die nooit zijn bezorgd. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te duiden. De geadresseerde kon zijn verhuisd, was wellicht overleden of simpelweg niet te vinden. Ook kon de brief zijn geweigerd, omdat de ontvanger en niet de geadresseerde, zoals vandaag de dag, niet de briefschrijver bedoel ik, voor de portekosten moest opdraaien. Deze onbezorgde brieven hadden volgens de wet binnen 14 dagen terug naar Frankrijk gemoeten, naar het land van herkomst, zodat de Franse autoriteiten voor hun kosten tot aan de Nederlandse grens konden worden vergoed. De Nederlandse postmeester de Brienne hield ze echter illegaal achter om er zelf een slaatje uit te slaan. De brieven bevatten namelijk vaak, of worden zelfs gedomineerd door, rapporten met betrekking tot juridische zaken, erfenissen, overlijdensberichten. Ook van ongeletterde, arme mensen die al hun geld bij elkaar hadden geschraapt om een secretaris in te huren om het document op te stellen. Zonder het document in hand konden familieleden geen aanspraak maken op wat rechtmatig van hen was. Iemand zou er nog wel meer geld voor over hebben, zo dacht Brienne. Niet voor niets noemde hij de collectie dan ook zijn spaarpotje. Er was natuurlijk ook informatie aanwezig om te kunnen chanteren. Wellicht betaalde individuen Brienne wel om informatie geheim te houden. Brienne maakte misbruik van de precaire aard van het menselijk bestaan en ontheemding, zo denk ik nu. Archieven zijn plaatsen van macht en van herinnering, zoals de Brienne-kist laat zien. Andere archieven daarentegen, zoals het archief van de Engelse geheime dienst, hebben ons geleerd dat archieven ook metaforische oubliettes bevatten. Geheime opslagruimtes die wel toegankelijk zijn, maar alleen als je aan het juiste hendeltje trekt. Ze zijn niet gemaakt als geheugensteuntjes, maar als een methode om te vergeten. Tegendraads lezen, een methode waarbij sporen worden gevonden in het archief van de gezaghebbende ander, is in mijn ervaring een essentiële techniek om bijvoorbeeld vrouwelijke spionnen op te sporen die tijdens het Engelse gemene best, dus dan hebben we het 1649 tot 1660, in die tijd opereerden. Een voorbeeld van een archief van het gezaghebbende ander zijn de 73 dikke delen van de zogenaamde Rawlinson manuscripten die worden bewaard in de Bodleian Library in Oxford. Dit is het archief van de inlichtingendienst en veiligheidsdienst in Londen die spionnen probeerden te identificeren en spionageactiviteiten in het algemeen tegen te gaan. Aan het hoofd van deze dienst stond John Thurlow, Oliver Cromwell's meest gedenkwaardige spymaster. Hij onderschepte brieven, liet deze openen, vertalen, decoderen, kopiëren en soms opnieuw weer verzegelen, om maar geen argwaan te wekken. Het kan namelijk best interessant zijn om een spion wat langer te observeren, om zo te ontdekken met wie hij of zij allemaal contact had en wat hij of zij probeert te bereiken. De 19e-eeuwse catalogus die erop gemaakt is, doet geloven dat Thurlow geen vrouwen onder observatie hield. Als ik met de draad mee zou hebben gelezen, zou daar mijn zoektocht naar vrouwen die ik zocht voor mijn boek Invisible Agents hebben opgehouden. Daar de catalogus geen vrouwen noemt die hij in het vizier hield. Maar ik geloof catalogi zelden en dompelde me onder in de papieren van Thurlow. Daarbij stuitte ik op het verslag van de ondervraging van een apotheker, Anthony Hinton. Hij werd verdacht betrokken te zijn bij een geheime royalistische organisatie, de Sealed Knot, de verzegelde knoop. De knoop had in de jaren 1650 het doel splintergroepen op het continent, maar ook in Engeland en Schotland, te verenigen, om zo één grote levensvatbare opstand te creëren, Cromwell te verslaan en de monarchie te herstellen. De verklaring van Anthony Hinton onthult dat één vrouwelijke spion zijn apotheek al meer dan 4 jaar had gebruikt als een soort ondergronds postnetwerk voor haar brieven die verband hielden met deze verzegelde knoop.
In ruil voor zijn vrijlating uit Lambeth House, de gevangenis waar hij in erbarmelijke omstandigheden werd vastgehouden, onthulde hij 4 codenamen. Mrs. Edwards, Mrs. Zimbab, Mrs. Zimburb en ook Mr. Codrington. De vrouwennamen stonden zoals gezegd niet in de index. Maar ik had het geluk dat er nu ook 1 mannennaam werd genoemd. Mr. Codrington. En zie daar, een groepje brieven in het archief dat me toegang gaf tot alle brieven onderschept onder die 4 namen. Thurlow's notities laten zien dat hij al lange tijd vermoedde dat er iets niet klopte. Dat achter deze 4 namen 1 en dezelfde persoon schuilde. Maar hij kon zijn of haar identiteit niet vaststellen. Dat wil zeggen tot de vangst van apotheker Anthony Hinton. Vanaf dat moment was haar lot bezegeld. Ze werd gearresteerd door 3 officieren op een zondag in het platteland. Naar verschillende gevangenissen gebracht in Marlborough en Westminster. Slaap werd haar ontzegd en de kleren werden haar van het lijf gerukt. En ze belandde uiteindelijk in de mannengevangenis, Lambeth House. Dezelfde gevangenis waarvan de erbarmelijke omstandigheden apotheker Hinton binnen enkele dagen had doen bekennen. Een week later stierf ze onder mysterieuze omstandigheden. De gedecodeerde brieven onthullen haar als een van de belangrijkste onzichtbare agenten van de periode. En een van de weinigen die haar leven verloor na ontmaskering en de daaropeenvolgende arrestatie. Maar het is net nog opmerkelijker. Deze vrouwelijke spion was namelijk niemand minder dan Susan Hyde. De zus van een van de meest bekende acteurs van de burgeroorlogen, over wie boeken vol is geschreven. De eerste minister van de koning, Sir Edward Hyde, de latere graaf Clarendon. Hyde, altijd een voorzichtige man, vertrouwde op zijn eigen zus in de hoop dat ze ongezien de schaduw zou kunnen opereren. Een vrouw was namelijk ook in de vroegmoderne tijd al onzichtbaar. Niemand zou haar in eerste instantie verdenken. Het was zijn eigen zus Susan die de communicatie van de knoop tussen Parijs en Engeland regelde en met de hoogste generaals en de koning contact hield. Nu dacht ik, nu heb ik wat te pakken. Want deze Sir Edward Hyde is namelijk ook de eerste geschiedschrijver van deze periode. Hij schreef het dikke boek The History of the Rebellion, de geschiedenis van de opstand. Onmiddellijk pakte ik zijn gezaghebbende werken bij, maar Susan werd niet genoemd. Ook in zijn autobiografie noemde hij Susan niet. Nu dacht ik wel, dat ligt natuurlijk aan de 19e eeuwse redacteuren van deze tekst. Dus zij zullen haar wel hebben weggeredigeerd. Ik dacht dat zij haar uit de geschiedenis hadden geschreven. Gelukkig was ik nog altijd in de bibliotheek in Oxford, waar de manuscripten liggen van beide werken. Na enkele weken lezen, Hyde's handschrift is een vervelende hanenpoot, moest ik toch de conclusie trekken dat Hyde haar niet in zijn geschiedenis had geschreven. Hoewel hij haar zelf gerekruteerd had voor de royalistische geheime organisatie die hij zelf had opgericht, en hoewel hij had voorspeld dat historici de herinnering aan diegenen die stierven voor de royalistische zaak hoog zouden houden, ik citeer, er zullen standbeelden voor hen worden opgericht en ze zullen worden gezien als martelaren. Daar ze stierven voor vaderland en monarchie, noemde hij haar niet. Sir Edward, die honderden folio's heeft geschreven waarin de geschiedenis van de oorlog uit de doek wordt gedaan, zwijgt volledig over zijn eigen zus, alsof ze nooit heeft bestaan. Zijn geschiedenis prijst enkele van de spionnes die in mijn boek Invisible Agents voorkomen, zoals Lady Daubigny, Elizabeth Caron en Elizabeth Murray, maar vermeldt niet 1 keer de naam van een vrouw die mogelijk de grootste rol had in de Engelse spionagewereld van die tijd, zijn eigen zus. Het doet me denken aan de genderspecifieke straffen van spionnen tijdens het gemenebest. Terwijl de lichamen van mannen op het schavot werden gehesen, zodat iedereen ze kon zien, werden die van vrouwen onder water gedompeld. Tenminste als je de pamfletten mag geloven, aangezien feitelijke verslagen van executies van vrouwelijke agenten bijna onvindbaar zijn. Een lichaam van een vrouwelijke spion zou niet worden tentoongesteld, zoals dat van haar mannelijke collega's, maar zou worden overspoeld. Tenminste, als ze niet gewoon na een paar weken na arrestatie weer uit die gevangenis liep, want vaak werd namelijk geconcludeerd dat vrouwen wel onschuldig moesten zijn,
Ze kunnen fysiek namelijk niet over politiek nadenken, laat staan dat ze politiek kunnen handelen. Het is misschien geen verrassing om te horen als er iets met vrouwen gebeurt, dat het altijd van een bepaalde klasse is. Dat het diegenen van de arbeidersklasse waren die wel leden. Hoewel het vaker voorkomt dat dergelijke vrouwen gewoon uit de archieven verdwijnen. Het spoor houdt op, lot onbekend, hoewel indenkbaar onplezierig. Verdrinking was meestal voorbehouden aan vrouwen die beschuldigd werden van morele of religieuze misdrijven. En vrouwelijke spionnen maakten zich niet alleen schuldig aan misdaad, maar ook aan een moreel vergrijp door hun betrokkenheid bij die onsmakelijke sfeer van de mannelijke politiek. In andere Europese landen werden de lichamen van weerbarstige vrouwen letterlijk bedekt. In Duitsland bijvoorbeeld werden mannen gepijnigd, maar vrouwen levend begraven. Vrouwen verdwenen onder de oppervlakte, verzonken in water of bedekt met stof. Een proces dat vergelijkbaar is met hoe ze vervolgens verdwijnen in of uit teksten en archieven. Maar natuurlijk, als er iets onder de oppervlakte verdwijnt, is het er nog steeds. Wanneer een meisje de trekken van haar vader krijgt, is het meisje daar nog steeds achter de sluier van de illusie van de schilder te zien. Dit inzicht dat vrouwenstemmen vaak verborgen zijn in de archieven, stelt ons in staat, zij het langzaam, te leren hoe we ze het beste kunnen ontdekken en herstellen. Susan werd alleen gevonden in het archief van degene die haar vervolgde. Haar familiearchief, waar we verwachten dat stemmen van vrouwen luider zullen klinken, was een en al stilte. Een archief van vergeteldheid. Terwijl we wachten op de edities van vrouwelijke regeerders, waar we ook nog steeds naar hunkeren, ik ben nog steeds met het derde deel bij je terug, zijn er levens van een mindere omvang, maar die des te belangrijker zijn, die verteld kunnen worden. Zoals die van Susan Hyde, maar ook van ongeletterde vrouwen en tot slaafgemaakte. En daarom is het jammer dat we Carwan vandaag niet hebben. Dat hun tijdgenoten hun het zwijgen oplegden, betekent niet dat wij dat moeten doen. Wij kunnen hen nog steeds in de geschiedenis schrijven, als we er tegen de draad in blijven lezen. En hoewel deze methode, net als bij het zagen van hout, misschien moeilijker te controleren is en dat de vezels een beetje rafelijk maakt, zijn de resulterende verbindingen, zodra analytische lijm is aangebracht, extreem sterk. Wanneer de gegevens van vrouwen worden teruggevonden, voegen ze nieuwe perspectieven toe aan oude levens. Presenteren ze nieuwe levens waar die er eerst niet waren, en laten ze nieuwe manieren toe om gebeurtenissen te heroverwegen. Ook over ruimtes die vaak als buiten de vrouwelijke ervaringsruimte wordt beschouwd. Zoals de 17e eeuwse spionagewereld, die voor mijn boek verscheen als geheel mannelijk werd gezien. Wat tweedimensionaal was, kan opeens driedimensionaal worden. Dank u wel. Boy Nadine, daar zijn er natuurlijk ook allerlei vragen. Hou ze vast, want we gaan zo direct een soort college tour doen. Nadine, heel even, want jij noemde al Carwan al, Vata Black, die kon hier helaas niet zijn, maar Lotte Vickers gaat zo direct spreken. Waarom wilde je hen hier laten spreken op dit symposium? Nou, ik ben natuurlijk er te degen van bewust dat ik voornamelijk op mannen concentreer en dan ook nog over op vrouwen concentreer en niet op mannen. Dat ik me concentreer op vrouwen uit de hogere klasse voornamelijk, hoewel ik wel mijn best doe in ander onderzoek om ook andere stemmen te horen. Dus ik wilde ook juist, Lotte is hier om de ongeletterde vrouwen aan het woord te laten, maar ik wilde juist ook De andere perspectieven van de geschiedenis die we des te belangrijker vinden om een soort diverser beeld te presenteren waar mijn onderzoek zich op richt. Oké, dankjewel. Ik ga Lotte aankondigen en zo direct kom je terug voor de pittige vragenuurtje. ook degene die online kijkt, je kan in de chat reageren. Gijs van der Starre is onze webmaster. Dus als je vragen hebt, zet ze in de chat en dan komen ze misschien ook hier naartoe. Lotte Vickers, ja, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Leiden op het grensvlak van recht en literatuur in het vroegmodern Engeland. Je werkt momenteel aan een boek over de
Ja, ik moet het voorlezen, want het is natuurlijk te moeilijk. Verhaal- en vertelstrategieën die vrouwen gebruikten in hun juridische processtukken en dagboeken. Nou, we gaan het allemaal horen. Lotte Vickers. Dankjewel, Andrea, voor die introductie. En dankjewel, Nadine, dat ik hier vandaag mag zijn om dit grote succes met jou te vieren. Ik zat onderweg hier naartoe te denken hoe vaak wij eigenlijk al, of hoe vaak ik jou al heb mogen aanmoedigen in het publiek, als je weer zo'n prijs in ontvangst nam. Ik kon de tel eigenlijk niet bijhouden. Desalniettemin, ik vind het een eer om hier te mogen staan, om jou wederom te mogen feliciteren. Prachtig werk. Goedemiddag allemaal. In een juridisch adviesboek, gericht aan vroegmoderne Engelse vrouwen, schrijft de auteur dat vrouwen gezien worden als married or to be married. Met andere woorden, ze zijn getrouwd of het zijn huwelijkskandidaten. Maar alles draait voor hun om het huwelijk. En inderdaad, voor vroegmoderne vrouwen was hun juridische status gekoppeld aan hun huwelijkse staat. En dat kwam door het gewoonterechtprincipe van coverture. Nou, voor coverture ontbreekt helaas een geschikte Nederlandse vertaling. Maar denk aan iets als dekking of bedekking. Want dat was eigenlijk precies wat er gebeurde met de juridische persona van een vrouw op het moment dat zij trouwde. Die werd bedekt door of opgenomen in de juridische status van haar echtgenoot. Onder coverture worden man en vrouw voor de wet namelijk één, en wel de man. De getrouwde vrouw kon niet langer contracten afsluiten, een rechtszaak starten of eigendom bezitten, zonder dat ze daarvoor uitdrukkelijke toestemming van haar echtgenoot ontving. Voor de wet was de vrouw nu een zogenaamde femme couvert. Meisjes en weduwen, de niet-getrouwden, bleven zogenaamde femme souls. En voor hen is coverture niet van toepassing. Of je een meisje, vrouw of weduwe was, maakte dus uit voor je juridische status. En als getrouwde vrouw telde je eigenlijk in de ogen van het recht niet meer mee. Zo werkt het althans in theorie. Maar theorie en praktijk komen natuurlijk niet altijd overeen. Volgens het gewoonterecht mocht vrouwen misschien verdelen in femme couverts aan de ene kant en femme souls aan de andere kant. Dat betekende absoluut niet dat vrouwen zich daarbij neerlegden of zich daardoor lieten beteugelen. Om te kunnen zien hoe vrouwen in de praktijk omgingen met de belemmeringen die coverture aan hen oplegde, moet het archief ingedoken worden. Daar vinden we verschillende strategieën die vrouwen gebruikten om met dat belemmerende coverture om te gaan. Eén zo'n strategie was wellicht ogenschijnlijk paradoxaal het omarmen van het principe. En dat werd bijvoorbeeld gedaan door een zekere Maud Powell en Elizabeth Adams. En hun processtuk, hun gezamenlijk geschreven stuk, zien we hier achter mij. Deze twee vrouwen worden ervan beschuldigd dat ze een zekere Richard Batou aangevallen zouden hebben met dodelijke en oorlogsachtige wapens. Er wordt helaas niet gespecificeerd wat dat dan inhoudt, maar we kunnen ons er ongetwijfeld iets bij voorstellen. De vrouwen ontkennen alle beschuldigingen. Ze zeggen dat ze het niet hebben gedaan. Maar wellicht belangrijker nog, ze wijzen erop dat ze getrouwde vrouwen zijn. En dat de beschuldigingen daarom aan het adres van hun echtgenoot gericht hadden moeten worden. Ze schrijven de rechtbank, en dit is in het Engels. The said defendants, Maud Powell en Elizabeth Adams, say that they are covert barons, een andere term voor een femme couvert. And by course of the common law of England, are not, nor cannot, make answer to any action, suit or plaint commenced against them, or either of them, without their husbands were named with them, and made parties in and to the said action, suit or plaint. In respect whereof the said defendants and either of them doth demur in law upon the said information and demand a judgment of this honorable court, whether they, the said defendants, Maud and Elizabeth, or either of them, ought to answer unto the said information. De vrouwen wijzen de rechtbank er dus op dat zij getrouwde vrouwen zijn en dus onder coverture vallen.
En dat maakt dat hun echtgenoten als procespartij ook genoemd hadden moeten worden. Nu dit niet is gebeurd, vinden ze dat de rechtbank de zaak niet ontvankelijk had moeten verklaren. Nou, als de rechtbank in dit verweer mee zou gaan, dan zou het slechts een tijdelijk uitstel opleveren. Het stond de tegenpartij, Richard Betoel, volledig vrij om de zaak opnieuw aanhangig te maken. En dan had hij de echtgenoten van Maud en Elizabeth gewoon toe kunnen voegen. Maar dit kost veel geld. En het zou dus wellicht de hoop kunnen zijn dat Richard zou zeggen, nou, laat dan maar zitten. Dat weten we niet, helaas. In dit geval ontbreekt een vonnis van de rechtbank. Dus we zullen het moeten doen met giswerk. In elk geval laat de zaak ons zien dat getrouwde vrouwen zich op deze manier konden verschuilen achter Coverture. Ze konden letterlijk dekking zoeken. Ook al was dat wellicht slechts tijdelijk. Een andere strategie behelst het doen alsof je Coverture omarmt. En dat was de gekozen tactiek van een zekere Eleanor Gresham. Eleanor maakte een voortslepende burenruzie mee met Evan en Agnes Lloyd. En die vochten ze uit in de rechtbanken. De familie Lloyd had Gresham al 3 keer eerder aangeklaagd. En 3 keer had de rechtbank de Lloyds gelijk gegeven. Dus het zag er niet best uit voor Gresham. Desalniettemin leek het haar toch een goed plan om zelf nu een zaak te starten tegen de Lloyds. En dat deze specifiek omdat ze vond dat de Lloyds een spottekst op haar huisdeur gehangen zouden hebben. Een spottekst op haar huisdeur en maakte dat ze het mikpunt werd van alle buren. Iedereen kwam lachen om die spottekst. Deze spottekst was deel van een grotere lastercampagne tegen Eleanor. Zo worden er roddels over haar verspreid dat ze nooit naar de kerk zou gaan. Dat ze om zou gaan met heksen en toekomstvoorspellers. En dit vind ik persoonlijk de mooiste. Dat ze als matchmaker 1 weduwe aan 3 verschillende mannen verkocht zou hebben. Als antwoord op de beschuldiging van de Greshams, ontkennen de Lloyds alle betrokkenheid bij de spottekst. Ze hebben het niet gedaan. Ze hebben ook de roddels niet verspreid, zo zeggen ze zelf. Maar wederom, belangrijker wellicht, zitten we twijfelen ook of de zaak überhaupt aanhangig gemaakt had mogen worden. Ze schrijven namelijk aan de rechtbank: "This honorable court, as these defendants hope, will not think it reasonable that the said Eleanor shall vex a multitude of her neighbors with a tedious and long suit without her husband's privity, who hath for almost the space of 2 years been at sea in the East Indian fleet, and so could not give allowance to the exhibiting of any of the said bills." Omdat haar echtgenoot al 2 jaar op zee zou verblijven, zo stellen de Lloyds, had hij nooit toestemming kunnen geven aan zijn vrouw om een zaak te starten. En ook kan hij dus zelf onmogelijk procespartij zijn, want hij is simpelweg niet in de buurt. En dat is wel vereist volgens het Coverture-principe. Ze vragen de rechtbank dan ook om korte metten te maken met de zaak. Alhoewel ook in dit geval helaas, en dit is een terugkerend probleem, het vonnis van de rechtbank ontbreekt, vertelt een andere contemporaire bron ons dat de rechtbank Gresham's zaak inderdaad niet ontvankelijk verklaarde, omdat er inderdaad bleek dat haar echtgenoot niet aanwezig kon zijn. Het principe van Coverture werd daarmee dus nog eens bevestigd. En alhoewel dat principe dus exact doet wat het zou moeten doen, de vrouw mag niet op eigen houtje een rechtszaak initiëren, laat de praktijk ons dus zien dat vrouwen dat absoluut niet tegenhield om het toch te proberen. En als de Lloyds niet zo scherp waren geweest, was Gresham er wellicht zelfs mee weggekomen. De juridische status van vrouwen werd beperkt door Coverture, 100%. Maar deze zaken maken duidelijk dat vrouwen zich daarvan bewust waren. En het daardoor zelfs in hun voordeel konden proberen te gebruiken. Al lukte dat niet altijd en soms alleen maar tijdelijk. Daarnaast was er zelfs ruimte voor vrouwen om zichzelf op een redelijk zelfgekozen manier te beschrijven in hun processtukken. Het driedelige model waar Coverture vrouwen eigenlijk in dwingt, ze zijn maid, wife of widow, doet eigenlijk geen recht aan de werkelijkheid. De juridische archieven laten ons zien dat de realiteit een stukje complexer was. Veel vrouwen waren namelijk, net als Mariana uit Shakespeare's Measure for Measure, neither maid, widow, nor wife. Ze waren geen van drieën.
Het gewoonterecht legt vrouwen dus een soort keurslijf op, maar vrouwen konden daar grijstinten in aanbrengen en deden dat ook. En dat zien we bijvoorbeeld bij de weduwe terug. Na het overlijden van een echtgenoot verviel het coverture-principe en werden vrouwen weer automatisch femme souls. Daarop kregen ze ook hun volledige set rechten weer terug. Maar misschien gek genoeg, niet alle weduwen waren er happig op om zich ook weer te presenteren als een femme soul. Voor sommigen was het namelijk veel nuttiger en strategischer ook om zich te blijven linken aan hun voormalig echtgenoot. Custom law, het plaatselijke gewoonterecht, kon van een weduwe verlangen dat zij niet opnieuw trouwde na de dood van een echtgenoot, om aanspraak te blijven maken op de rechten die zij had terwijl ze nog getrouwd was. Eén zo'n voorbeeld wordt aangehaald door Alice Bowden, die voor het gerecht probeert af te dwingen dat ze mag blijven wonen en werken op een stuk land in Northam in Devon, nadat haar echtgenoot is komen te overlijden. Ze schrijft: "There is a custom which, from the time whereof there is no memory of man to the contrary," prachtige frase vind ik dat, "had been that the wife of every such tenant, seized of any the customary lands and tenements of the said manor, shall have her widow estate, which is so long as she liveth sole and unmarried, although she be not named in the copy." Volgens Bowden is het dus gebruik in Northam dat weduwen hun echtgenoot mogen opvolgen als pachter, zolang zij sole and unmarried blijven leven, een kuis leven leiden. Haar rechten zijn dus verbonden aan haar status als een verweduwde femme soul en haar naleving met deze rol. Maar waar een vrouw in dit soort gevallen dus heel duidelijk weer een femme soul is, zal ze zichzelf niet zo noemen. Deze vrouwen gedragen zich als femme soul door een juridische procedure te starten, dat mogen ze nu weer, en een eigen huishouden te runnen. Maar ze gebruiken deze term niet om naar zichzelf te verwijzen. In plaats daarvan noemen ze zichzelf een relict, een widow of then wife. Allemaal termen die te maken hebben met weduwen. Alice Tilcock, die eenzelfde soort juridisch probleem heeft als Alice Bowden bijvoorbeeld, verwijst naar zichzelf als widow, the late wife and relict of William Tilcock, and then wife and now his relict and widow in haar processtukken. Ze is dus niet zomaar een weduwe, maar de weduwe van haar man. En dat lijkt een klein verschil, maar subtiel en belangrijk. Het besluit om zich te gedragen als een femme soul, maar te beschrijven in relatie met hun voormalig echtgenoot, suggereert namelijk dat deze vrouwen een zeer goed begrip hadden van wat de situatie vereiste. Het was de relatie tot hun overleden echtgenoot die maakte dat ze überhaupt rechten hadden, terwijl hun voortdurende claim op die rechten rustte op een alleenstaand en kuis leven. Ze waren dus geen maid en ook geen wife, maar ook geen echte weduwe die opnieuw zou kunnen trouwen. Ze waren dus, net als Mariana, uit Measure for Measure, juist daar iets tussenin. En ze geven daarmee een soort vorm aan hun eigen identiteit, of wellicht die identiteit die hun op dat moment gewoon het beste uitkomt. Nou, dit soort strategische keuzes, zoals we ze in deze rechtszaken en vele andere zaken zien, worden in de wetenschap nog vaak toegedicht aan de advocaten die deze vrouwen in de arm namen. Maar het is daarbij belangrijk om te weten dat de vroegmoderne Engelse samenleving veel pleitzieker was dan onze huidige maatschappij is. Als je nu een beetje geluk hebt in je leven, hoef je geen rechtbank van binnen te zien. Toen, en dit is naar ruwe schatting, zou je eens in de 4 jaar in aanraking komen met het recht. Of dat nou als procespartij was, als getuige of als je een man was als jurylid. Maar dat is wel een verschil natuurlijk. En de juridische status van een vroegmoderne vrouw klinkt nu wellicht een beetje als een ver van onze bedshow. Maar toneelstukken als Measure for Measure laten zien dat het juist iets was wat ontzettend speelde toen in de maatschappij. En juridische kennis was simpelweg veel meer een gemeengoed dan dat nu het geval is. Bovendien weten we uit de dagboeken en autobiografieën van vroegmoderne vrouwen dat vrouwen zeker weten in staat waren tot het maken van dit soort strategische beslissingen over hoe ze zichzelf presenteerden en identificeerden. En een voorbeeld hiervan lezen we in het dagboek van de 17e eeuwse dichter Catherine Austen. In haar dagboek modelleert Austen zich op Penelope, de trouwe, loyale vrouw van Odysseus, die voor 20 jaar lang, terwijl ze op haar echtgenoot wachtte, al haar aanbidders afpoeierde.
Austen schrijft dat zij ook niet wil hertrouwen. En ze benoemt daarbij her particular esteem to my dear friend. De gevoelens en met name ook het respect dat zij koestert ten opzichte van haar overleden echtgenoot. Tegenover een van haar vele aanbidders beschrijft zichzelf als like Penelope, always employed. Maar Austen's vergelijking, hoe lief en romantisch ook, is niet alleen een teken van de liefde en het respect dat zij voelt naar haar echtgenoot. Het is ook uit nood geboren. Austen weet als geen ander dat als ze opnieuw huwt, dat negatieve gevolgen zal hebben voor de erfenis van met name haar oudste zoon. En waar Catherine Austen expliciet gebruik maakt van de vergelijking met Penelope, linken weduwen als Alice Bowden en Alice Tilcock zich op subtielere wijze aan hun overleden echtgenoten. Maar in beide gevallen portretteren weduwen zich als eeuwige echtgenoten. En ze creëren daarmee een soort nieuwe identiteit, gemodelleerd naar literair voorbeeld. Waar het gewoonterecht vrouwen dus reduceert tot een huwelijkse staat en ze onderverdeelt in maid, wife, widow, en coverture, de juridische status van getrouwde vrouwen, dus onderbrengt bij die van een man, zien we in de juridische archieven dat vrouwen in de praktijk een stuk tegendraadser waren dan je op basis van het gewoonterecht wellicht zou denken. Het juridische stelsel werkte tegen vrouwen, absoluut. Maar vrouwen konden datzelfde systeem manipuleren of in hun voordeel gebruiken. Ze konden het zelfs gebruiken om zichzelf op een bepaalde strategische manier te portretteren. Zelfs als zij niet konden schrijven. Natuurlijk hadden vrouwen in hun processtukken niet zoveel vrijheid om hun verhaal te doen zoals ze dat wellicht wel konden doen in hun dagboeken en autobiografieën. Desalniettemin vonden vrouwen de mogelijkheid om aan zelfrepresentatie te doen in bronnen ten behoeve van een systeem dat juist probeerde hun identiteit terug te brengen tot die van hun echtgenoot. En er liggen kansen voor de onderzoeker om deze tegendraadsheid bloot te leggen door zelf tegendraads het archief in te gaan. Dank u wel. Dank je, Lotte. Dank je, Lotte. Ik wil graag Nadine en Ineke en Lotte uitnodigen. Om, ja, de flesjes zijn natuurlijk door de fotograaf haar regie. Even kijken, dit is... Ze zijn nog niet gebruikt, hè? Nee. Dus pak een... Ondertussen loop ik heel even naar Gijs van der Starre. Oh, wacht even, de microfoon. Ik verwacht van jullie natuurlijk een goede vraag. Daar, als dank daarvoor krijg je als eerste een drankje straks. Gijs, heb je al iets binnen? Ja, één vraag van iemand die zich bekend maakt als TBM. Die vraagt waarom aan Lotte waarom het eindvonnis doorgaans niet in de archieven meer beschikbaar is. Ja, dat kan twee redenen hebben. Of er was geen vonnis. Veel van deze zaken die haalden de eindstreep niet. Dus wat mensen vaak deden was iemand aanklagen, bijvoorbeeld omdat ze in een goede naam waren aangetast. En daarna het gewoon op te laten houden. Dus ik heb een statement gemaakt en hier eindigt het. Ook omdat iedere keer zo'n zaak verder laten gaan geld kost. Dus er kan geen vonnis zijn. Of het vonnis was er wel en het is niet aan ons overgeleverd. De rechtbanken waar ik nu naar gekeken heb, Court of Star Chamber en Court of Requests, die waren heel closely related to, zaten dicht geleerd aan de koning. Tijdens de burgeroorlogen in Engeland werd een boel van wat geleerd was aan de koning gedumpt. De bronnen waar ik naar kijk werden gedumpt in, volgens een van de catalogussen, een visvijver. Het bleek geen visvijver te zijn, het bleek de werkkamer van de koninklijke visboer, als ik het zo mag noemen, te zijn. Daar werden al deze vonnissen en andere juridische bronnen gedumpt. Dus u kunt zich ongetwijfeld voorstellen dat dat niet de beste plek is om oude manuscripten te bewaren. En dat ook niet alles helaas die barre omstandigheden heeft overleefd. Waaronder dus de Star Chamber vonnissen. Dus één van die twee redenen zou ik denken. Ook weer bedekt, hè? Ja. Wat Nadine, of onder water. Of. Ja. Heb jij nog een vraag voor een van de beiden? Vast? Ja, zeker. En ondertussen kijk ik ook of iemand hier nog een hand opsteekt. Ja. Nou, om te beginnen wil ik zeggen dat het allebei zulke mooie voorbeelden van onderzoek doen zien. Hè? Waarbij je data eigenlijk
anders groepeert dan je aanvankelijk zou verwachten op basis van je onderzoeksvraag. Maar van allebei zou ik wel willen weten, wat was het beginnetje? Wat gaf je het aanknopingspunt? Was dat voor jou die vingerafdruk? Waarom ben je tegendraads gaan lezen? En voor jou ook, het is niet de meest voor de hand liggende ingang in die manuscripten om net naar die status van vrouwen te kijken. Wat was het beginnetje? Nadine? Pure koppigheid. Als ik meters archiefmateriaal zie en ik weet dat dat een meters van de inlichtingendienst in de 17e eeuw is, kan ik me gewoon niet voorstellen dat er geen vrouwen in zitten. En dan kan een catalogus wel zeggen, er zitten geen vrouwen in. Maar dat kan ik dan niet voorstellen. En dat wil ik dan eerst, ja, ik wil mezelf gelijk geven. Dat heeft misschien ook iets van arrogantie te maken. Maar dan ga ik toch daarnaar kijken uit nieuwsgierigheid en gewoon het vermoeden dat daar toch iets moet zitten. Dat ze de vrouwen niet weg kunnen zijn. Maar je bent wel begonnen met de belangstelling voor vrouwen. Je dacht, daar moet toch? Ja, nou dat komt. Eigenlijk begin ik met de belangstelling van nieuwsgierigheid. En de vrouwen zijn dan eigenlijk per ongeluk. Want ik wil dan schrijven over iets waar nog niemand anders over geschreven heeft. En in de 17e eeuw kom je dan toch heel vaak bij vrouwen uit. Dat is goed, en hoe zat dat dan bij jou, Lotte? Dat is Nadine's schuld eigenlijk. Ah. 100%. Ik schreef mijn masterscriptie bij Nadine en dat wilde ik doen over het huwelijk in Shakespeare. Zei ze, moet je niet doen, je was veel te moeilijk. Ik ga maar naar autobiografie en dagboeken kijken van vrouwen. Vond ik heel makkelijk. Vond ik ook heel erg leuk. Maar dat bleek inderdaad allemaal vrouwen te zijn van uit een bepaalde laag van de samenleving. En ik was juist ook geïnteresseerd in die verhalen van onderop. En toen raadde jij mij, het was wederom jouw schuld, Natalie Zeman Davis' Fiction in the Archives aan. En zij kijkt naar Franse rechtszaken. En ik was er zo door gegrepen dat ik dacht, dit is het, dit ga ik doen. En nou Lotte, heb je waarschijnlijk zelf studenten en waar heb je die op gezet? ik ben duidelijk niet zo overtuigd als Nadine. Niemand wil iets met juridische bronnen te maken hebben. dus daar moet ik nog een lesje in leren, denk ik. Ik vond het echt een beetje de rijdende rechter 17e eeuw, hè? Dat je zegt met die buren en toestanden. En leverde het hun toch inderdaad meer status op, hè? Als ze dus zeg maar zeg, zo'n tussenfiguur, hè, nog een beetje een weduwe noemen en niet... ik kan me voorstellen dat ze gewoon dachten, ik wil gewoon geen gedoe hebben met allerlei dingen. Ja. Daar had het vaak mee te maken, hè? Gewoon een praktische aanpak. De laatste twee zaken zijn wel vonnissen. Allebei de petities van deze vrouw zijn afgewezen. Ze hadden gewoon dat gebruik, zoals zij het vorm hadden gegeven, dat was gewoon gelogen. Dat gebruik was er helemaal niet. Nee. Dus ze proberen het, maar er moet wel iets van waarheid in zitten natuurlijk. Wie heeft nog een vraag? Ja, ik kom naar je toe, want het moet via ons een horte... Livestream, horen de mensen thuis niet. Ik mag nooit mijn microfoon afgeven. Ik heb een vraag. Als geschriften in een visvijver belanden, is dan het archief altijd wel een goede plek om te zoeken? Zijn er niet andere plekken waar belangrijke vondsten gedaan kan worden? En hebben jullie daar ook over nagedacht? Ik heb persoonlijk niet over nagedacht om visvijvers af te gaan zoeken. Ik denk dat ik het voorlopig wel even bij het archief hou. Ook omdat het archief een moeilijke term is. Ik heb het heet over juridische archieven, maar zo werkt het helaas niet. Dus er zijn verschillende rechtbanken met hun eigen bronnen. En wat je vaak ziet, bijvoorbeeld bij Eleanor Gresham, er zijn een aantal zaken bij Chancery, er zijn een aantal zaken bij Star Chamber, verschillende rechtbanken. Dus die moet je dan allemaal bij elkaar gaan zoeken. En daar heb ik nog wel mijn handen aan vol voor nu. Denk ik. Ik weet niet Nadine, of hoe zit jij met, los van die archieven, ben je bij archeologen terecht? Ik vind het een ontzettende leuke vraag natuurlijk. Ik denk het mooie van ons vak is dat we overal bronnen tegen kunnen komen. En ook dingen waarvan we eerst denken, daar kunnen we niet bij of daar zouden we niet bij moeten willen, zo'n verzegelde brief. Want we hebben natuurlijk de neiging om die meteen open te scheuren. Maar dat wil ik ook vragen, waarom niet? Ja, dat is het eerste moment van documentbeveiliging. In de 17e eeuw waren er nog geen enveloppen. Dat is pas een 19e eeuwse uitvinding. En mensen schreven dus op één vel papier hun boodschap. Maar gebruikten datzelfde velletje, vouwden ze zo op dat het een envelopje werd. En dat deden ze op zoveel verschillende manieren.
Dat is eigenlijk een net zoals we nu e-mail decoderen, kan je dat heel makkelijk doen. Dus dat er een simpele code achter zit. Maar je hebt ook hele moeilijke beveiligingssystemen. Dus mensen vouwden de mooiste vogels. Het is zo mooi. En als je dat openmaakt, dan kan het weg zijn. En we hebben miljoenen brieven die nog wachten. Ja. Heeft het dan veel met briefgeheim te maken? Of dat je denkt, nee, het is een soort... Ja, reliek of zo. Je moet het gewoon bewaren. Nou, het heeft met briefgeheim te maken. Ik denk dat we zijn heel veel vragen aan kunnen stellen. Want we denken bijvoorbeeld, zullen koopmannen bijvoorbeeld de brief op dezelfde manier hebben gevouwen? Waren vrouwen die andere vouwwijzes hadden dan mannen? Zouden we dus van mensen waarvan we niet weten wie ze zijn, want we kunnen niet iedereen uit de geschiedenis herleiden, om juist voor de normale personen die worden misschien genoemd. Maar als we de vouwwijzes dan kunnen zien, zouden we kunnen zien dat dit was een koopman? Het zou toch geweldig zijn als we dat zouden kunnen ontdekken. Het is misschien ook wel een voorbeeld van de zelfbeheersing van de wetenschapper, want je weet dat je het niet open kan maken zonder het stuk te maken. Ja. En misschien kan dat in de toekomst wel. Dan heb je dat nu overgelaten aan mensen met een andere techniek, maar je hebt nu een techniek waarmee je wel alvast kan kijken. Ja, we kunnen ze dus scannen en we kunnen ze dus digitaal openvouwen. Dus we lezen ze wel, maar we maken het niet kapot. En misschien willen mensen in de toekomst er ook nog wel hele andere vragen aan stellen. En dan hebben we in ieder geval het artefact bewaard. Daarbovenaan is een vraag. Ik vond twee prachtige verhalen. Ik heb een korte vraag voor Lotte. Ik verbaasde me wel over wat je zei, dat er zeg maar een hoger legal consciousness was in de 17e eeuw. En misschien kan je daar nog iets meer over zeggen. En ook wat je zei, dat cijfer van 1 keer in de 4 jaar... Maar dat zijn dan mannen. Dat zijn alle mensen, de hele bevolking. En kinderen. Oh, en kinderen. Oké, okay, ja. Hele bevolking. Oké. Okay. Misschien net geen dieren. Maar wie zegt dat dan? Waar kan ik daar meer over lezen of zo? Ik zou de referentie even voor je op moeten zoeken, maar doe ik graag voor je. Ik heb het niet paraat wat het artikel is, maar ik weet precies waar ik het kan vinden. Dus dat zoek ik graag voor je op. En over die juridische paraatheid, ja. Er werd gewoon burenruzies, zei je. Ja. Rijdende rechter. Nou, wij lachen daar een beetje om, toch, als we dat op tv zien. Maar toen zat daar veel meer iets van eer aan vast. En met jouw eer en jouw eigenwaarde kon je ook weer dingen kopen. Als mensen jou niet vertrouwden, als jij een slechte reputatie had, dan had dat een soort van doorwerkeffect, zeg je dat zo? Ja? Op de rest van je leven. Dus mensen wilden gewoon niks meer met je te maken hebben. Als jij dan een rechtszaak start, dan toon je in ieder geval aan, ik ben het er niet mee eens. Dus je neemt wat van die eigenwaarde misschien terug. En daarmee kon je een boel redden. Nadine, wat ik me nog afvroeg, want jij hebt dan die Engelse spionnen, hè, van de 17e, 18e eeuw. En dan denk ik, ja, wij zijn natuurlijk ook opgegroeid met James Bond. Dat is natuurlijk heel erg Engels. Zijn er zeg maar vergelijkbare ook zoveel vrouwen te vinden in Nederland, denk je, die spion zijn geweest? Want je hebt natuurlijk Engeland vooral onderzocht. Ja, ik denk het wel. Invisible Agents is ook echt bedoeld als een handboek, als een uitnodiging naar andere onderzoekers. Om vooral ook naar Nederland te kijken, maar ook Duitsland, Italië, Spanje, waar je ook maar aan zou kunnen denken. Want ik kan niet alles alleen doen. Dus dat spionnenonderzoek in Engeland heeft me 5 jaar gekost. Dus ik nodig andere mensen uit om dat voorbeeld te volgen. En zie je in andere twee jonge vrouwen zitten? Die zijn vast ook onderzoekers, of niet? Ja, maar iets van een gedeelte van de geschiedenis ben ik bang. Oké, jij? Maar je ziet dat een... Ook Tweede Wereldoorlog meer. Okay. Tweede Wereldoorlog is meer. Tweede Wereldoorlog, dat is jullie. Okay, ja. Spionage in de Tweede Wereldoorlog. Ook naar gedaan. Hier kan je in ieder geval nog wat winnen. Zijn er andere mensen nog die eventueel een vraag hebben? Of aan Ineke natuurlijk, over de KNAW. Ja, ik ga eerst naar jou en dan naar u weer. Oh, ja. Je was geïnteresseerd in vrouwen. Die heb je ook gevonden. Maar ik kan me voorstellen dat je onderweg ook mannen tegen bent gekomen die onbekend waren. Is er wel zelfs een soort verhouding te bedenken. 1 vrouw op 3 mannen, whatever. of ik een verhouding kan verzinnen hoeveel ik er tegenkom, bedoelt u? Ja, want überhaupt, je hebt ook waarschijnlijk mannen gevonden, zeg maar, die niet bekend waren.
Ja. Die heb je links laten liggen. Nee, tuurlijk niet. Ik denk namelijk dat we de geschiedenis juist niet in die hokjes zouden moeten denken. Dus ik denk net zoals als we hier zitten, een vroegmoderne samenleving, is waren ook niet alleen maar mannen of alleen maar vrouwen. Op een gegeven moment komt dat toch weer bij elkaar. Maar we hebben al heel veel informatie over die mannen en de onbekende levens van mannen kom je heel veel tegen ook. Dus er is nog genoeg te doen. Maar ik denk dat je, nou, wat zal het zijn, dat je 1 vrouw op de 10 mannen tegenkomt, als ze niet bekend zijn. Misschien wel minder. Hier ook nog weer een vraag. Ja, je hebt verteld over ook materiaaltechnisch onderzoek aan brieven, hè, dus hoe ze gevouwen zijn. Maar ik vraag me af, gaat dat materiaaltechnisch onderzoek ook zover dat je naar de inkt kijkt, naar het soort pen waarmee geschreven is, of een veer is, of een pen is, of kijk je naar strooizand waarmee de inkt gedroogd is? Hoe ver gaat dat materiaaltechnisch onderzoek? Ja, dat gaat hopelijk heel ver, want het zit allemaal in mijn ERC Consolidated Grant, die net gestart is. En waar we eigenlijk kijken naar de secretaris, dus degene die iets optekent voor iemand anders, en hoe die samenwerking in elkaar zit. En om zo'n secretaris te kunnen identificeren, dat zijn vaak onbekende mannen, om zo'n secretaris te identificeren, kijken we naar inktgebruik, maar ook hoe iemand schreef, en maar ook alle materialen die hij ook maar zou kunnen gebruiken tijdens het hele proces. Nou, ik denk dat droogzand ook een aanwijzing kan geven. Microfoon. Wacht even hoor, want dan horen ze het thuis niet. Nou, dat droogzand kan ook heel specifiek persoonlijk zijn, samengesteld, waarmee je iemand kan herkennen. Fantastisch. Nou. Een nieuwe samenwerking, ja. Borrelt op. Ja. Zou ik nog een vraag mogen stellen over dat schilderij dat je zo fijn analyseert? En toen zei je zelf, ik lees er natuurlijk veel te veel in. Ja. Dus waar zit voor jou de grens? Want ik vond het wel heel erg mooi hoe je dat helemaal uitpakte. Ja, nou, ik wil dus kijken tot hoe ver je kan gaan. Maar je moet ik vind wel altijd, je moet andersoortig bewijs hebben. Dus een schilderij is een van de teksten die ik dan probeer te lezen naast andere teksten. Dus je moet het... Probeer dat uit verschillende bronnen te halen. Ja. Voor mij ging het niet per se te ver. Ik vond het heel mooi geanalyseerd. Ik heb toch nog ook wel 1 vraag. En denk ik, oh, hoeveel uren en hoeveel minutieus onderzoek en hoeveel geduld moet je hebben? Dus ik vroeg me af, als je dan weer zo naar zo'n uren studie voor jullie allebei, wat doe je dan buiten de deur? Ga je boksen? Of ga je, weet je wel, ik dacht even die frustratie of je partner. Misschien een paar hoe uit je dan? Want het is toch een heel speciaal geconcentreerd onderzoek. Ja, sport en beweging is zeker belangrijk daarin. En hoe blijf je geduldig om door te zoeken? Want het is natuurlijk ook heel veel onderzoek. Ja, je ziet hopelijk ook aan het verhaal van Lotte hoe geweldig dit onderzoek wel niet is. Wat voor mooi materiaal we mee mogen werken. En dat is echt een voorrecht dat er nog zo ontzettend veel te doen is. Dat geeft enorme voldoening dus ook. Lotte, ja. Ja, nee, zeker weten. Het zijn de mooie vondsten, die sleep je weer door de 50 processtukken die net iets droger en taaier zijn. Maar als de vondsten gaaf blijven, dan het werkt misschien ook wel licht verslavend. Licht verslavend en het doorgeven aan studenten. Dat is natuurlijk ook fantastisch. Ja. Nou, ik stel voor dat we gaan drinken en klinken op deze prachtige prijs. En wat is jou nu bijgebleven van deze middag dat je hier dit mocht organiseren? Ja, ik voel me ontzettend vereerd dat ik deze prijs in ontvangst heb mogen nemen. En dat er ook zoveel interesse is. Ik zie ook heel veel nieuwe gezichten in de zaal. Dus ik heb ervan genoten. Van harte gefeliciteerd, Ineke, Nadine, Lotte. Heel erg bedankt. We gaan klinken en drinken met elkaar. Iedereen thuis, ook bedankt voor uw aandacht. En kijk, want Gijs, ik hoorde niks meer van jou. Of wel? Oh, wacht nog. Het venijn zit in de staart, mensen. Ja, echt, ik heb net 1 vraag nog binnengekregen. Oh, okay, of het meer een opmerking doen. Eigenlijk. Die is van BM, niet van TBM, maar van BM. En die schrijft, uit archiefonderzoek is gebleken dat portretten ook qua kleren en juwelen zeker niet de werkelijkheid weergeven. Dit soort portretten zijn propagandamiddelen die door een vorst en familie werden gebruikt. Ik 100% mee eens. Volgens mij heb ik het ook zo geanalyseerd.
Ja, reden voor te meer om dat goed te ontrafelen. Dank jullie wel. En we gaan er een glas drinken. We kunnen ook eventueel buiten staan. Dank jullie voor je aandacht. Namens de KNAW en namens de Henrik Müller Stichting. Thank you.